Spakenburg begint de uitwedstrijd tegen Jong Almere City. De verrassende nummer 5 van de ranglijst. In de wetenschap dat de Treffers eerder vandaag heeft gewonnen van Excelsior Maassluis. Deze wedstrijd begint om 6 uur. Dan zijn al die middagwedstrijden al klaar. En doordat de Treffers heeft gewonnen in Maassluis, is het gat tussen de koploper en de achtervolger geslonken tot 4 punten. Spakenburg kan kortom niet blijven morsen wat het de laatste weken regelmatig deed. Vorige week werd er dan wel weer gewonnen tegen FC Lisse. En in Almere is het lastig winnen van de Almeerse belofte. Al komt Spakenburg wel vroeg op voorsprong. De Spakenburgse aanhang in grote getale meegereisd kan juichen voor de goal van Ahmed El Azouti. De topscorer van Spakenburg. De topscorer ook van de divisieclubs in de provincie Utrecht. Passeert Julio van Tongeren al na 3 minuten Spakenburg op voorsprong. In Almere, waar Jong Almere dit seizoen alleen maar verloor van AFC en Katwijk. Kortom, een geduchte tegenstander. En dat het een geduchte tegenstander is, dat blijkt hier wel. Als Poku het eerste schot lost in de richting van het doel van Alessandro Dame. Makkelijk voetballen de ploeg, Jong Almere. De beste promovendus van dit seizoen in de Bad Nations League. Evenveel punten als de op 1 na beste promovendus, GVVV. Dat won vanmiddag al van HHC Hardenberg. Dus als Almere die status wil handhaven, dan moet het winnen van Spakenburg. En de gelijkmaker komt na 22 minuten. Jeffrey Puriel is de maker. Therese Noslin was de aangever. De Puriel maakt dat knap af. Dame gestrekt, maar kansloos. Het is gelijk. Spakenburg weer opnieuw beginnen. Van der Linden niet gevonden. En dus de thuisploeg weer met Rullens. Kalman opbouwend en hier goed Poku weggestuurd. Poku, Poku en daar is de 2-1. 10 minuten voor rust. Emmanuel Poku met zijn 6e doelpunt van het seizoen. Prima ingeschoten, buiten bereik van Alessandro Dame. Jong Almere City op voorsprong tegen de koploper. De koploper die Suleiman op de bank hield. Ten faveur van Kilian van Mil. Moet in de achtervolging hier via Westdorp. Westdorp probeert het maar eens van afstand. De aanval vanaf de aftrap. Binnenkant paal geschoten door Westdorp. Pech voor Spakenburg. Almere dan weer. Met veel man eruit. Met een kans. Die bal moet breed. Gaat niet breed. Dame kan redden. De duisternis treedt in Almere. Van der Linden met balbezit voor Spakenburg. Meegeven aan Westdorp. Randje buitenspel. Geen buitenspel. El Azouti, El Azouti, El Azouti en Van Tongeren. Het is een hele lastige uitwedstrijd voor Spakenburg in Almere. Van Huffel, Van Huffel en... Oei, 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 oei. Doelman Van Tongeren. Steekt daar toch wel een beetje de helpende hand toe voor de koploper. Want deze bal die leek toch houdbaar. Van Huffel probeert het van 25 meter. Natuurlijk zit er een vervelende stuit in. Maar deze bal moet een keeper op tweede divisieniveau hebben. En hij had hem niet. En dus is het na 57 minuten 2-2. En heeft Spakenburg alle tijd om puntenverlies in Almere te voorkomen. Van Mil. Van Huffel. Goeie bal. Green. Dit is goed gevoetbald van Spakenburg. Alleen de afronding van Westdorp laat de wensen over. Opnieuw Spakenburg. Jagend op de winnende. El Azouti. En hier ligt Van Tongeren wel goed in de weg. Al moet ook gezegd worden dat hij, El Azouti, niet echt heel lekker inschoot. Maar het is wel duidelijk wat Spakenburg wil. Ver ingooien, kansen creëren en weer een grote kans voor Ahmed El Azouti. Die had er meer moeten maken dan 1 op deze avond in Almere. Suleiman in de ploeg gekomen bij Spakenburg. Van der Linden. Moeizame controle via Verhagen.
De bal naar de buitenkant. Voorzet en... Daar is weer een grote kans voor Ahmed El Hazouti. De topscorer van Spakenburg had zijn totaal wat hoger op kunnen moeten vijzelen in deze wedstrijd. Ook hier weer een doelpoging van hem. Die strandt in de handen van Julio van Tongeren. En zo lijkt Spakenburg, ondanks een karrevracht aan kansen, puntenverlies te gaan leiden in Almere. Of toch niet. Daar komt een hoge voorzet van de Linde, van Tongeren. Wegroeien door Almere, dat alleen maar kan tegenhouden in deze fase. En loert op de counter. Want die kan er natuurlijk ook komen. En daar moet Spakenburg vooruit kijken. Dit is een nare botsing. En het is rood voor Verhagen. Spakenburg verder met 10. Dame wat ver voor zijn doel gezien. Maar hij weet dit te redden. Bal overgetikt. Spakenburg verspeelt 2 punten in Almere. Zeker als je kijkt naar de kansen in de tweede helft. De voorsprong op de treffer slinkt tot 5 punten.